geworden. Een leuker kookplaatje. Zo zag het er vorig jaar uit in Heerlen. En dit jaar komt het glazen huis dus hier, naar Apeldoorn. Vanochtend hoorden de ambtenaren en bestuurders het nieuws. Jullie zijn ongelooflijk welkom in Apeldoorn in Gelderland. En ik voel me echt vereerd dat jullie de keuze op ons hebben laten vallen. Maar ik zat in gesprek met twee hele serieuze mannen. En ik kreeg een klop op de deur en er kwam iemand met een heel grote glimlach naar binnen. En toen wist ik genoeg, hebben we het gesprek op een fatsoenlijke manier beëindigd. Maar sta ik hier nou om inderdaad te kunnen vertellen dat we 3FM in Apeldoorn hebben en dat is fantastisch. En niet alleen de wethouder is blij, ook het publiek reageert enthousiast. Het glazen huis komt naar Apeldoorn, wat vind je ervan? Oh, echt super grappig. Het was normaal gesproken heel ergens anders, begreep ik. Maar wel leuk dat het zo dichtbij is nu dit keer. Wat verwacht je ervan? Ja, dat het gezellig wordt en groot. En veel, dat er veel geld wordt opgehaald. Want het goede doel is volgend jaar het Rode Kruis. Maar het glazen huis levert ook veel op voor de stad. Zeker voor de horeca. We hebben wel naar eerdere edities gekeken, maar dat is redelijk wisselend geweest. Wij hebben een spoedvergadering gepland aanstaande maandag om nu gas te gaan geven op 3FM. En de reclamecampagne draait inmiddels op volle toeren. Iedereen mag het weten, het glazen huis staat volgend jaar in Apeldoorn.